opokondre ma u opo stanangrong e kari u wanso pe En hier kijken we naar de opstelling. Ja, zoals gezegd, geen bekende namen. Emilio Limon zal een aantal mensen in Nederland wel nog wat zeggen. Die is een paar keer op proef geweest. Bij Haarlem, RKC en AZ onder andere. Maar als niet-EU-speler is hij ook gewoon eigenlijk te duur. En dat is toch een probleem dat als er al een groot talent is in Suriname. Ja, dan heb je met die regeling te maken en dan wordt het lastig. Moeten ze tegenwoordig bijna 5 ton verdienen, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, dan is het niet te betalen voor bijvoorbeeld dat soort clubs. Nee. En bij VVV, windjes in het doel, geen Bejois. Die eerste keeper is de laatste tijd. Voor de rest zijn het een hoop vertrouwde namen. Geen Calabro dus, dat is jammer. En wellicht mist u Schaken. Ook veel gespeeld dit seizoen bij VVV. Maar die speelt later wellicht nog bij de Suriprofs. Eerste bal naar voren van VVV. De vrije trap is er. Een overtreding op El Kawiri, die nog geen nieuwe club heeft. VVV had hem graag willen behouden, maar ze kwamen er niet uit met de contractverlenging. Een vrije trap hard in de muur. Uralima kan daar bijna weg, maar staat buitenspel. Ja, Suriname dus meegedaan aan de WK-kwalificatiereeks. De eerste wedstrijd verliep uitstekend tegen Montserrat. En VVV in ieder geval het meeste balbezit. Een hele grote kans heeft dat nog niet opgeleverd. Maar nog opgelost dit door Garden. Van Kouwen. Wel goed gewonnen, alleen is de paas dan weer erg slordig. Maar VVV weet wel wat het is om in de arena te spelen, maar hier winnen, dat is weer een ander verhaal. De laatste keer dat VVV hier speelde, verloren ze met 6-1 van Ajax. In het seizoen waarin ze degradeerden. Van Dessel. Ofrani biedt zich wel aan, maar het gaat even terug. Awassar. Van Kouwen. Het is voorzichtig, hè? Ja, het is heel voorzichtig. Het is heel voorzichtig. En ook Suriname zet niet echt de druk. Dat gebeurt pas op het middenveld. Kijk, daar wordt alweer wat korter gedekt op middenveld. Achterin hebben ze in principe alle ruimte. Tindari.
bal net wat te kort. En nu zou VVV wat moeten kunnen met de omschakeling. Kolder. Probeert het inderdaad maar eens. En die bal gaat er zomaar in. Goed schot. Kolder. Toch wel de nodige teleurstelling op de tribunes her en der. Ja, de bal wordt verloren op het middenveld. Hè, dus een handig balletje van hem. Daar kon hem. Hij schiet hem goed binnen, hoor, moet ik zeggen. Nee, ik kijk wel een beetje naar de keeper. Het schot is hard, maar niet helemaal onhoudbaar. Maar goed, nee, hij kreeg ook alle tijd om uit te halen. Dat is het ook. Ja, terwijl dus VVV net op voorsprong komt in 1-0, kunnen wij hier even kijken naar de bank van de juryprofs. Daar kunnen we vast wel eventjes tussendoor schetten. Mannen willen het natuurlijk wel goed kunnen volgen. Hi mannen, Urbi, Kiel. Hi Edgar, hoi. Kan ik even tussen jullie in, jongens? Kiel, ik zie alleen maar bij jullie, nu even niet, want Suriname krijgt een tegendoelpunt. Maar voor de rest zie ik alleen maar lachende gezichten. Waarom is het zo leuk vandaag? Het is altijd leuk, gezellig. Ik heb die jongens lang niet gezien. Dit is voor ons een soort van meeting point. Ja, en dan zei je coach, Dien Gorema, Aaron Winter zei het ook. Ja, dan hebben wij een soort humor onderling. Dat begrijpen die Nederlanders. Nou, Assar. En opnieuw wordt El Guiri tegengehouden. Ik zou u met alle liefde willen vertellen wie het is, maar rug nummer 20 is niet bekend. De Surinaamse voetbalbond heeft het wat dat betreft niet helemaal voor elkaar qua rugnummers. En hier niet qua verdediging. Ja. En dan is het 2-0. Ik wilde net zeggen, hij heeft wel een goede tackle naar zijn nummer 20. Pak hem twee keer af. Maar de verdediging klopt hier even niet. En dus 2-0 voor VVV. Gullit en Winter. Gullit alleen toeschouwer hier vandaag. Goed paasje van Ofrani. En het is Timi Sela die heel rustig blijft. De oud-Ajax ziet. Die nog speelde in de arena voor Ajax. Scoort nu al. De wissels worden nog keurig doorgegeven ook. En hier staat El Kawiri helemaal vrij. Nou, maak hem maar af. Hij doet het met een lopje. En dat lukt heel aardig. Ja, dat doet hij wel erg goed, ja. Hij is ook nog een club. Dus geïnteresseerden mogen zich melden. Vorig afgelopen seizoen 12 doelpunten, 13 assists. Samir El Gawiri. Ik moet wel zeggen, het zelfvertrouwen straalt van hem af, hoor. Ik vind wel een... Ja. Niet alleen door deze bal, hoor. Ik vind eigenlijk in al zijn acties dat hij vol zelfvertrouwen op veld staat. Maar het kan ook wel naar zo'n seizoen. Ja, en hij heeft ook in de Eredivisie in dat jaar met VVV wel laten zien dat hij... Of tenminste het niveau in de Eredivisie wel aan kan. Hij sneeuwde bepaald niet onder. Gewoon een goede voetballer. Ja, dat jaar was het vooral Amrabat die alle aandacht kreeg eigenlijk als vleugelspeler. Hij is nog wel in het veld nu. En hij doet nog een verwoede poging om de bal te veroveren. Ja, hij is toch nog vlijtig. En dan is het afgelopen. Ja. 3-0 is het geworden voor VVV. Er is wel applaus, maar het is duidelijk dat zelfs een wat plichtmatig voetballend VVV toch eigenlijk geen kind had aan Suriname. Nee, dat was duidelijk te zien. En ik denk dat misschien dat de jongens ook onder de indruk zijn. Hè. Voor ons is de arena best iets gewoons, maar als je hier voor het eerst op het veld staat, is het nog wel een indruk, hoor. Ja, het is jammer dat ze geen doelpunt hebben kunnen maken. De meeste verwarring die ze hebben weten te stichten kwam door de rugnummers en niet zozeer door het voetbal dat ze speelden. Zometeen zijn we terug en gaan we uiteraard kijken naar de wedstrijd tussen de juryprofs met dus Jaliens Reiziger.